Met het doel cannabisplantjes en zaden produceren voor kleine en middelgrote telers in Suriname, hebben minister Antoine Elias van Volksgezondheid en zijn collega minister Sergio Akimboto van Natuurlijke Hulpbronnen een Memorandum of Understanding MOU getekend. Dit deden zij op maandag 26 augustus 2019. Het is het bedrijf In Vitro Plants van Grazalco NV die de productie zal uitvoeren. Om over te gaan tot uitvoering is het van belang om de randvoorwaarden in place te hebben. En een van de belangrijke randvoorwaarden is ervoor zorg dragen dat er kwalitatief plantmateriaal beschikbaar zal moeten zijn, zodat de gewassen, de crops, kan voldoen aan de kwaliteit eisen. Dat er consistentie is, dat er volume geproduceerd kan worden. En daarvoor is gekeken naar de investering welke Grazalco een paar jaren terug heeft gedaan bij In Vitro Plant, om In Vitro Plant mee te nemen als partner. In Vitro Plant zal het aankunnen en In Vitro Plant staat klaar om het te doen. Natuurlijk moeten de deskundigen verder gaan uitwerken hoe dat eruit moet zien, welke voorwaarden, onder welke conditie het plantmateriaal zal worden voorbereid. Maar in ieder geval is er een bewuste keuze gemaakt om in partnership aan te gaan met In Vitro Plant. De ontwikkeling van de industrie, je kunt het zelf volgen. Als u aandelen zou moeten kopen vandaag de dag, los van die stijgende lijn van goud nu, zou je bijna geadviseerd worden om in industrieel hennep te investeren. Omdat de groei en de waarde, de ontwikkeling daarvan op de beurs, dat is significant. En ik denk dat Suriname goed eraan doet om zelf ook daarin te zitten. Omdat het voor allerlei toepassingen wordt ingezet. Van kleding, vezels tot medicijnen en noem maar op. Het is breed, het is geaccepteerd en het is zeer milieuvriendelijk. En onder die conditie is het van belang dat er een samenwerking wordt gesloten tussen het ministerie van Natuurlijk Hulpbronnen, waaronder In Vitro Plant valt, en het ministerie van Volksgezondheid, die de trekker is van het initiatief. Terwijl monitoringorgaan beter gestructureerd wordt, moeten wij niet stil gaan zitten. We hebben te lang stil gezeten. Heeft absoluut gelijk dat op de beurzen, op de wereldbeurzen, is hennep booming. De aandelen van hennepbedrijven die industrieel wereldwijd aan het opkomen zijn, stegen enorm. Waarom heeft Volksgezondheid gekozen voor In Vitro? Omdat, kijk, als je opnieuw iets gaat investeren als overheid. Als overheid moeten we samen alles kunnen doen. En In Vitro is al in vergevorderd stadium met het ontwikkelen van plantmateriaal met hun lab. En dan zou het zonde zijn om dan een hele grote investering weer te gaan doen om al dat soort zaken te gaan ontwikkelen. Vandaar dat Volksgezondheid heeft gevraagd aan NH, kun je dat gedeelte niet voor ons doen? En van daaruit zijn we gekomen tot de MOU. En wij hebben de volle overtuiging dat In Vitro in elk geval hetgene dat Volksgezondheid wil, het ontwikkelen van een plan hoe wij de zaden en hoe wij de controle in hun lab gaan doen, dat wij dat als een trouwe partner zullen hebben en dat wij over een aantal maanden blij zullen zijn dat het voorwerk door In Vitro is gedaan.